Hallo iedereen en welkom bij de derde aflevering van WBTV. En ik ga direct met de deur in huis vallen. Het was niet goed, hè? Het was niet goed tegenstaan daar. Nee, ja. Oké, we komen wel voor. Niet eens een aanval, direct binnen. Ja. We zijn wel efficiënt geweest, maar daarbij is dan ook gebleven, hè. Spijtig genoeg. Ja, we kunnen er niet omheen om die match. En, ja, we zijn dan maar eens reacties gaan sprokkelen bij hulptrainer David Penneman en bij Siebe Blondel. Nee, het was niet echt goed. Oké, de eerste helft komen we nog gelukkig op 1-0 of 0-1. Ja, en dan kort erachter krijgen we direct de 1-1. En dat is natuurlijk ja, heel zuur. Ja. Je komt op voorsprong op standaard en dan moet je dat natuurlijk iets langer kunnen vasthouden, maar dat was het geval niet. Dus. We komen met goede moed uit de kleedkamer, maar dan krijg je zo direct die 2-1 ondoren. Dat heeft ons toch pijn gedaan. We zijn er niet meer te boven gekomen, we hebben niet meer gevoetbald. Dan moeten we lessen uittrekken. We hebben uiteindelijk hier een kans gehad. We hebben dan ook gescoord. Maar uiteindelijk is dat te weinig om aanspraak te maken op punten of op 3 punten. Zeker niet omdat je dan in de tweede helft eigenlijk de tegenstander in een luxe situatie brengt. We konden moeilijk de bal in de ploeg houden, dat is toch een groot probleem. Er is weinig rust in de ploeg dan en dat is een beetje een bruggenverhaal. De spelers zullen zeker wel een tik gekregen hebben. Langs de andere kant, ja, we zijn pas begonnen aan de competitie. Het zou totaal verkeerd zijn om nu te denken van en nu dit en nu dat. We moeten ons opladen voor de match tegen Gent en de komende wedstrijden. En het is toch weer een thuiswedstrijd, dus we moeten er alles aan doen om resultaat te halen. Nee, het is geen gemakkelijke match, maar oké, ja, dat is iedere match. Hè. In de eerste klasse, iedere match is moeilijk. Maar zeker de thuismatchen, zeker hier in het Freethiel, moet zeker capabel zijn om hen het moeilijk te maken en misschien wel de punten thuis te houden. Ja, goed nieuws, hè, mensen. We hebben een Israëliër in de ploeg. Steven Cohen. Ik vroeg me af, zou het familie zijn van de Sacha Baron Cohen? Kende die? Die kende wel, hè? Van de Borat. Oh, en van Ali G. Daar ben ik fan van. Hè? Ik zal het hem zo biedt eens vragen. Maar ja, Swat, je weet, we hebben een vaste rubriek, De Kruk. En ja, niemand beter dan hem om hem er eens op te zetten. Hè? I'm feeling light. Je me sens bien, je viens d'arriver. Et je prends mes marques petit à petit, j'essaye de faire connaissance avec le groupe. Je ne connais pas du tout le football belge, donc petit à petit je m'adapte et j'essaye de travailler pour être le meilleur possible après sur le terrain. J'étais en Israël et je voulais rentrer en Europe. Après, je savais que mon agent avait quelques priorités sur la Belgique, il connaissait bien le championnat belge. Et il m'a proposé après Beveren, une équipe de deuxième division qui monte en première division. J'ai un mois et demi de retard sur l'équipe et quand j'ai commencé le championnat, donc c'est à moi de m'adapter à eux. Essayer déjà de rentrer dans l'équipe pour jouer, apporter ce que je sais faire et déjà rapporter des points. C'est le plus important parce qu'aujourd'hui on a besoin de points. Euh,
Le club, déjà, c'est un club avec une grande histoire. À l'époque, avec le BVRN qui a fait les Coupes d'Europe, donc tout le monde connaît de nom au moins le BVRN en Belgique et en Europe. Et maintenant, c'est un club que ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué en première division. Donc le premier objectif, c'est de rester déjà en première division cette année. Je suis un joueur assez libre sur le terrain. J'essaie d'avoir un peu mes aises en tant que numéro 8 ou numéro 10. Être le plus efficace possible, essayer de marquer le plus de buts ou faire des passes décisives, c'est très important. En als special voor jullie deze week hebben we weer een nieuwe rubriek. Hoho, spannend, hè? De dag van. Wat is dat? Het is in ieder geval iets fantastisch en het is met foto's. En ja, we hebben de routinier van de ploeg, hè, Jurgen Cavens, de grote man, hebben we eens gevraagd om eens mee te doen aan de dag van. Zullen we eens zien, hè? Voilà, dit was dan de derde aflevering. En mannetjes, ik hoop jullie allemaal de zaterdag te zien op de Vretel. Tegen Gent, come on, hè. We moeten die match winnen, hè. Dat komt in orde. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Hoe ging dat nummer nou weer over de Buffalo's? Buffalo, Buffalo, kwek, kwek, kwek.